Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 22 augustus 2016. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag is een morse en een SSTV plaatje in PD90. Dit keer een iets kortere uitzending. Op 11 september, over ruimschoots 2,5 week dus, vindt weer de ballonvossenjacht plaats. De ballonvossenjacht is voor wat betreft dit soort dingen wel het gebeuren van het jaar waarbij je geweest moet zijn, ofwel als deelnemer of thuis voor de apparatuur. Op de website www.ballonvossenjacht.nl valt te lezen dat ieder jaar een met helium gevulde stratosfeerballon wordt opgelaten. Aan de ballon hangt een door Zendamateurs gebouwde radiosonde. De ballon wordt ieder jaar opgelaten vanaf het terrein van het KNMI in De Bilt. Na oplaten volgen diverse zendamateurs in het hele land de ballon met als doel om deze naar de landing als eerste te vinden met behulp van pijlapparatuur. Er is in de zonde apparatuur voor meerdere experimenten op verschillende banden. In ieder geval is er een zender op 145 megahertz in de lucht die primair als pijlbaken dient. Daarnaast is er een experiment met een 2 meter 70 centimeter transponder waarover in FM verbindingen kunnen worden gemaakt met een bereik van een groot deel van Noordwest-Europa. Daarnaast is de zonde voorzien van een complete ATV-zender die dit jaar op 23 centimeter werkt, niet op 13. En die is gekoppeld aan een onder de ballon hangende camera die adembenemende beelden uitzendt. De beelden daarvan zijn gewoonlijk ook via streams op internet te bekijken. De ballonjacht die wordt op verschillende plekken begeleid door een grondstation waarmee amateurs ook verbinding kunnen maken. Gewoonlijk is dit in elk geval op PI2 NOS, PI3 UTR en op een van de kortgolfbanden. De ballonjacht is een initiatief van het vroegere radioprogramma Hobbyscope dat op Hilversum 2 werd uitgezonden. Er is een tijd geweest dat het programma Langs de Lijn op zondag ook geregeld verslag deed van de vorderingen van de jagers tijdens de jacht. Ik herinner me uit die tijd zelf nog een keer dat de vos op Duits grondgebied landde. Er was in die dagen nog controle door de douane en toen de Duitse douaniers doorkregen dat al die rare gasten met hun als stekelvarkens uitgeruste auto's er alleen maar op uit waren om als eerste een ballonzendertje te vinden waarna ze direct weer terug zouden gaan, toen werd op de radio gemeld dat aan de verschillende grensposten nabij Enschede de jagers ongehinderd werden doorgelaten. Na beëindiging van het programma Hobbyscope werd de ballonjacht ondergebracht in de stichting Scope Hobbyfonds, dezelfde stichting die onder andere ook de repeaters PI2 NOS en PI3 UTR beheert. Sinds 2013 wordt de organisatie van de ballonjacht uitgevoerd door de radioclub Het Gooi, waarvoor de stichting Radioclub Het Gooi is opgezet. Reden daarvan zijn de hoge kosten die ieder jaar weer met de jacht gemoeid zijn. Alleen de helium voor de ballon kost bijvoorbeeld jaarlijks al 800 tot 900 euro. De kosten worden enerzijds gedragen door de leden van Radioclub Het Gooi en daarnaast door donaties, het Veronfonds en door andere sponsoren. Ik ben overigens in de historie van de ballonvossenjacht aan het duiken. En ja, ik ben zelf waarschijnlijk in 1976 of 77 bij de oplading van de ballon geweest die toen vanaf de Jutberg plaatsvond. Waarschijnlijk is de ballonvossenjacht in 1975 gestart. Ik twijfel een beetje of dat ook 74 geweest kan zijn. Ja, ik hoop dat ik hier wat tips kan krijgen. Ken je iemand die in de eerste jaren bij de ballonvossenjacht betrokken was? Of weet je waar ergens een tijdschriftartikel of andere informatie uit de begintijd te vinden is? Laat mij dat dan, als je wilt, heel graag weten via de zender of via xapenstaartje.xdv.me. Het was uit de gesprekken de afgelopen dagen al op te maken. Op de DNAT, het Duits-Nederlands amateurtreffen, komt dit jaar een ontvanger voor PI2 NOS te staan. Het evenement wordt ieder jaar georganiseerd in de Duitse grensplaats Bad Bentheim. Een verkenning door Simon PA9TV stelde vast dat de zender van PI2 NOS, Hogesmilde, in Bad Bentheim uitstekend te ontvangen is, maar dat de repeater van daaruit niet te bereiken is. Om die reden wordt nu een ontvanger opgesteld bij Mark DD4DDS, die vlakbij het evenement woont. Zodoende is bereik naar de repeater ook tijdens bijvoorbeeld de Radio Vlooienmarkt op het terrein gewaarborgd. De DNAT begint aanstaande donderdag. Er zijn twee nieuwe meldingen primair gebruik bij. Beide gelden de RAI in Amsterdam op 23 augustus, morgen, dinsdag dus al, op 2375 megahertz. Dit vanwege de huldiging van de Olympische sporters. Van 9 september tot en met 13 september is dat vanwege de beurs IBC in Amsterdam. In dat geval geldt ook de hele 13 centimeter band.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. This is Scientific American's 60-Second Science. I'm Christopher Intagliata. Got a minute? Today's cars have loads of computer smarts built in, like the chips that allow you, with a push of a button, to unlock your car. And as new cars move down the assembly line, automakers program those functions into the car. They produce one car, and they program a cryptographic secret in it in order to secure it against thieves. Timo Kasper, a cryptographer and engineer at the security and IT consulting firm Kasper & Oswald. And then comes the next car on the production line, and they put the same secrets into the second car. And then comes a third car onto the production line, and they again put the same secrets into this car. And they repeat this process for millions of cars in the world. And now millions of cars in the world share the same cryptographic secret. Of course, this secret is not so well protected anymore because it is in every of these 1 million cars and in every remote control. And this is, of course, a typical example of how to not do it. And yet, he says that's exactly how the Volkswagen Group did do it for many cars manufactured in the last 20 years. Kasper and his colleagues decoded that shared cryptographic secret by studying the design and operation of chips from VW Group cars and remotes. After hacking the hardware, they were easily able to eavesdrop on and decrypt unlocking signals, clone the remote control, and unlock cars. They presented the details August 12th at the USENIX Security Symposium in Austin, Texas. Kasper says VW is aware of the problem, and they're not alone. This is not a VW bug, but this is a red line, as we Germans say, through all the automotive industry. In fact, in the same study, they showed that another encryption system used by many other brands, including Ford, Chevy, Nissan, and Mitsubishi, has a weak cryptographic algorithm, which, again, allowed the team to break into more than a dozen cars. Bottom line, it's easier to hack into cars than many drivers might have imagined. So if you want to avoid eavesdropping, the researchers recommend simply ditching remote controls and cryptography, and just going back to the good old metal key. Thanks for the minute. For Scientific American's 60-Second Science, I'm Christopher Intagliata. De nieuwsitems in de Daily Minutes worden volgens professionele journalistieke principes samengesteld, vergelijkbaar met zoals dat bij een vakblad op papier gebeurt of bij een krant.